Rob laat mij de bijzondere architectuur in de stad zien. Nou, dit is het dan. Het wereldberoemde stadhuis van Dudok. Dudok was een architect van de gemeente Hilversum in 1915. En Dudok heeft vooral bekendheid gekregen door of rond dat hij er een tuinstad van heeft weten te houden. En alles wat je ziet, ook binnen, is door Dudok zelf ontworpen. Zullen we eens naar binnen gaan om te kijken? Dit rijksmonument wordt gezien als Dudoks belangrijkste werk. Dit is de raadzaal en hier wordt geregeerd. Je kan het niet laten, hè? Toch even op de stoel van de burgervader zelf te gaan zitten. Een grappig detail is dat het klokkenspel van de 48 meter hoge toren tot de jaren 60 elk uur live op de publieke radio te horen was. Zo, hier zijn we boven. Zo, flink klim, maar... Het panorama van Hilversum. Dan heb je ook wat. De tuinstad Hilversum. En omdat het veel geregend heeft, zie je hoe groen het overal is. En je kan hier dus ook, als het weer toelaat, de arena in Amsterdam zien. Je kan de voetbalwedstrijd volgen,